Dit is de Panasonic DC-S5. Een compacte en een lichte toevoeging aan de full-frame S-lijn van Panasonic. Voor jullie is die net aangekondigd, maar wij mochten er al eerder mee aan de slag voor deze video, zodat we je kunnen vertellen wat je van deze camera mag gaan verwachten. Deze S5 valt dus in de S-serie van Leica en die kenmerkt zich door het gebruik van een full-frame sensor. Nou ben je vanuit het verleden gewend dat Panasonic in zijn systeemcamera's gebruik maakt van Micro Four Thirds sensor. Maar lo and behold, vorig jaar kwam Panasonic op de markt met een full-frame serie. En daarin hadden ze de S1 en de S1H. En die kregen en krijgen eigenlijk nog steeds hele goede recensies van zowel pro als wat meer amateuristische gebruikers met betrekking tot foto en video. En nu hebben ze die S-serie wat compacter en lichter gemaakt en het resultaat is, nou eigenlijk, een GH5, maar dan met een full-frame sensor. Mijn eerste bevinding wat betreft deze S5 is dat hij inderdaad lekker compact en licht van gewicht is. Je zou wat dat betreft dus eerder denken dat je met een G-serie te maken hebt dan met een S-serie. Ah, hij is wel ietsje zwaarder, 700 gram, maar dat is nog steeds lichter dan de S1 en de S1H. Daarnaast, zoals je van Panasonic eigenlijk wel gewend bent, is de body spatwaterdicht en stofbestendig. En natuurlijk, de knoppen zitten allemaal op de goede plek, want daar heeft Panasonic ondertussen genoeg ervaring mee. De knop voor de videoopname, die moet je wel bewust opzoeken en dat zorgt ervoor dat je niet per ongeluk een videoopname start. De belangrijkste specificatie. Het is dus een full-frame 24.2 megapixel sensor die in de camera zit. Het ISO-bereik is standaard 100 tot 51.200, maar dat is uitbreidbaar tot 50 tot 204.800. De camera heeft een ingebouwde beeldstabilisatie die goed is voor 5 stops correctie. En gebruik je dual IS, dan is dat 6,5 stops. En daarnaast een snelste sluitertijd van 8000ste van een seconde. Naast het maken van gewone foto's kan je ook kiezen voor 4K of 6K foto's. De camera neemt dan, terwijl jij de sluiter ingedrukt houdt, een stuk video op en daaruit haal jij je gewenste frame om te gebruiken als foto. In de 6K modus neemt hij dat maximaal op met 30 beelden per seconde en in de 4K modus kan je kiezen tussen 60 beelden per seconde en 30 beelden per seconde. En dan de burst modus zelf. Ja, die blijft misschien een heel klein beetje achter, vooral als je tegenwoordig kijkt bij een beetje systeemcamera, 10, 12, soms wel 20 beelden per seconde. 7 beelden per seconde in AFS en doe je in AFC, Continuous Autofocus, dan zijn dat 5 beelden per seconde. Nou, is dat een probleem? Ja, ik vind dat zelf eigenlijk niet zo'n heel groot probleem. Een hele snelle burst komt van pas als je echt hele snelle actie wilt vastleggen. Ja, en is dat niet noodzakelijk? Dan zijn 7 beelden per seconde toch meer dan genoeg. En daarnaast heb je dus ook eigenlijk nog die 4K en die 6K modus, waarbij je 30 of 60 beelden per seconde hebt. Telt dat als burst? Ik weet het niet. Maar wat vind jij nou eigenlijk? Is zo'n hele hoge burstsnelheid, is dat nou belangrijk of niet? Laat me het weten hieronder in de comments. Zoals ik net al zei, is deze S5 eigenlijk een beetje een GH5, maar dan dus met een full frame sensor en de L-mount. En net als bij de GH5 en de S1 en de S1H heb je dus beschikking over hele mooie video features zoals opnemen in V-log, een dynamisch bereik van 14 stops en de mogelijkheid tot het opnemen van anamorfische beelden. Ja, en de beeldkwaliteit zelf dan? Ja, als je bedenkt, de S1H die is gecertificeerd voor het opnemen van Netflix producties. En deze camera kan je 4K beelden opnemen met 60 frames per seconde en 30 frames per seconde. In 60 frames per seconde heb je een output van 10 bits 420 met een opnamelimiet van 30 minuten. Maar film je in 30 frames per seconde, dan heb je 422 10 bits en geen opnamelimiet. Ja, alleen dan van je geheugenkaart. Dus hele goede videokwaliteit en sterker nog, anamorfisch met 50 beelden per seconde. Ja, het zal mij dus niks verbazen als deze ook gecertificeerd wordt voor Netflix producties. Maar dat wordt dus nog even afwachten. In een eerdere video was ik al aan de slag gegaan met de Panasonic G100, een vlogcamera. Voor die video klik hier rechtsboven. En die camera die had een nieuwe feature, dat was namelijk slow in quick motion. En dat betekent dat je niet alleen versneld kan afspelen, maar ook vertraagd kan afspelen.
En deze camera heeft dat ook. En dat betekent dat je in 4K kan kiezen tussen 60 beelden per seconde of 1 beeld per seconde. En doe je dat in Full HD, dan kan je kiezen tussen 180 tot 1 beeld per seconde. Ja, en hoe dat er dan uitziet, Jeroen, probeer jij dat even op mij. De Panasonic S5 is echt een hele fijne camera voor zowel fotografen als filmmakers die heel graag in willen stappen op de L-Mount Alliance trein. Maar niet heel veel geld willen of kunnen uitgeven daarvoor. En toch, hij zit bomvol met de features die zowel de GH5 als de S-serie camera een succes hebben gemaakt. Wat dat betreft dus echt serieus het overwegen waard. Wil jij nou meer weten over deze camera? Stel je vragen hier beneden in de comments. Of kom langs in een van onze winkels om hem zelf uit te proberen. Vond je de video leuk? Geef hem een like. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.